Althans, van harte gefeliciteerd met een 6-0 overwinning, ook in deze hoogte verdiend. Ja, absoluut. Ik denk dat we vandaag goed gespeeld hebben, heel goed zelfs. En, ik denk een paar fantastische goals gezien, dus ik denk dat iedereen tevreden was. Dus, jij scoorde, voor jou was het heel mooi om na een schorsing zo terug te komen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is altijd lekker om, om te spelen gewoon iedere week. En, weet je, de laatste weken ging het steeds beter en dan ben je geschorst in een belangrijke wedstrijd. Maar dat heeft 1-0 fantastisch opgepakt en fantastisch gedaan. En, ik was blij dat ik vandaag weer kon starten en kon laten zien dat ik de goede vorm te pakken heb. Je gaf enkele mooie passes, je scoorde zelf en je gaf ook de assist voor Colbijn Siktersson die na een half jaar weer zijn rentree kon vieren met een doelpunt. Ja, ik zag inderdaad Colbijn komen en ik moet zeggen, als iemand anders was geweest, had ik het misschien zelf gedaan. Maar ja, die jongen was zo lang weg geweest en die zou er vandaag niet eens bij zitten. Dus hij zat in ziek, toch erbij en dan invallen en ik was het verplicht om die bal te geven. Het is heel mooi, hè? Ajax heeft 8 keer achter elkaar gewonnen, 4 keer de nul gehouden, de ploeg draait als een trein. Ja, ik denk dat we vorige week natuurlijk veel vertrouwen hebben gepakt in die wedstrijd tegen PSV. Vandaag zie je gewoon, als wij combineren, dan hebben wij gewoon een goed team. En dan missen we nog steeds heel veel spelers, maar het ziet er bij Vlagen denk ik heel goed uit. Het wordt steeds beter. Ja, denk ik wel, ja. En, ik bedoel, het is nu nog 6 wedstrijden en er zijn 6 mooie wedstrijden. Dus, hopelijk kunnen we aan het einde van het seizoen juichen met z'n allen.